Met gepaste trots bevelen wij deze reis door onze geschiedenis van harte aan. Een reis in het verleden van herkenning, vol van ontroering en emotie. Een reis die elke Indische Nederlander nodig heeft om thuis te komen. Waarom heb jij al die jaren niets gezegd? En waarom koest jij voor zo'n ongelijk gevecht? Hij laat eigenlijk zien van wat er eigenlijk altijd bedekt is geweest. Dat eigenlijk doet je afvragen, wie ben ik? Wie ben ik? Zeg me wie ik ben. Nou, je ziet tegenwoordig dat er een enorme opleving is van tweede en derde generatie Indische Nederlanders. Die ontzettend geïnteresseerd zijn in het verleden van hun ouders en grootouders. En ik denk dat dat onder andere komt omdat het met name de kleinkinderen veel beter lukt om in gesprek te raken met hun opa's en oma's. Je bent wel hier geboren, maar je komt toch daar vandaan. Uit het land van oma, dat niet langer mocht bestaan. Dat is die fles met water uit de kraan. Mijn vader en mijn moeder kwamen samen hier. Na heel veel ellende en niet voor een plezier. Maar de allereerste stoelgang in het de allereerste kater.